Welkom op de Efficiënt Onderwijs podcast, de podcast waarin onderwijs centraal staat. Telkens is het onze bedoeling om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van ons onderwijs. We richten ons in de eerste plaats op leerlingen in het secundair onderwijs, maar het spreekt voor zich dat iedereen, de een al meer dan de andere, iets kan bijleren en we hopen dat we op onze eigen bescheiden manier daar dan ook in slagen. Vandaag heb ik opnieuw Pieter van der Moeren als gast. Ons vorige gesprek ging over economie, zijn specialiteit, maar vandaag gaat het over geschiedenis, zijn passie. Of toch één van je passies, mag ik het zo omschrijven? Ja, zeker Stijn. Het is zo dat ik in de vorige podcast al heb verteld dat ik uit Brugge afkomstig ben. En het is zo natuurlijk, als je het geluk hebt om in het centrum Brugge op te groeien, dat de geschiedenis eigenlijk je om de oren vliegt. Alles ademt geschiedenis in Brugge. De Halletoren, een symbool van onze vrijheden. Bepaalde kerken die helaas ook vernield zijn geweest in de laatste eeuwen. Maar bijvoorbeeld ook het Grutuze paleis waar ik naartoe verwezen heb. En dat sprak mij enorm aan om te weten van waar kwamen we. En natuurlijk, als je dan ziet ook hoe rijk de Brugse geschiedenis is, maar ook letterlijk, hoeveel welvaart er in Brugge werd gecreëerd, dat het samen met Venetië het handelscentrum was van Europa, dan wekt dat toch een zekere trots op, maar ook een zekere nieuwsgierigheid. En het was zo dat ik ook het geluk heb gehad. Mijn ouders en mijn grootouders stonden steeds klaar om mij uit te leggen hoe een aantal zaken in elkaar zaten. En als ze het niet wisten of niet wilden vertellen, dan verwezen ze me wel door naar een aantal boeken om in te snuisteren. Ja. Dus zo was ik bij jongs af aan al te vinden in boeken zoals die van Johan Ballegeer of De Langste Weg over de eerste kruistocht van Paul Kustermans. Mm-hmm. Dat is mij eigenlijk blijven achtervolgen. Ik heb een beetje om economische redenen economie gestudeerd, omdat ik wist dat het daar makkelijker was om een weg te vinden, professioneel. Maar geschiedenis is altijd een passie gebleven en ik ben blij dat ik dat eigenlijk als hobby heb kunnen blijven doen. Ja, en je hebt nu een prachtig taalmopje gemaakt. Ik ben daar fan van. En het zal nog wel terugkomen in de podcast ook. Ja, ik als taalkundige, germanist, kan het zeker appreciëren. Het is soms een beetje flauwe humor, maar ik hoop dat de luisteraar af en toe mee kan lachen dan. Ja, vandaag gaan we enerzijds enkele podcasts over geschiedenis bespreken. En anderzijds gaan we het nut en het belang van het medium podcast bespreken. De rechtstreekse aanleiding voor deze podcast over geschiedenis is een andere podcast dus over geschiedenis, namelijk De Bourgondiërs van Bart van Loo. En dat deed hij in opdracht van en in samenwerking met de radiozender Clara. Pieter had me die podcast enkele weken geleden aangeraden. En vertel eens Pieter, waarom heb je die specifieke podcast specifiek aan mij aangeraden? Bart van Loo zelf is eigenlijk een romanist van opleiding. Ik merkte tijdens het beluisteren van die podcast dat hij enorm genoot van inderdaad die taalgrapjes. En ook heel graag de luisteraar deel maakte van bepaalde etymologieën van een aantal woorden. En ik weet dat hij ook heel enorm houdt van taal. Ja, absoluut. Dus dat was al een eerste reden. En dan daarboven wist ik ook dat je ook enorm in geschiedenis geïnteresseerd bent. Met name dan ook nog een keer de vaderlandse geschiedenis. Absoluut. Die vind ik enorm belangrijk, maar die krijgt soms een beetje te weinig aandacht. En zeker de periode van de Bourgondiërs. Eduard de Maarschalk die heeft bij Davidsfonds ook al een leuk boek geschreven over dat onderwerp. Maar dat is wel wat zwaarder om het zo te zeggen, letterlijk en figuurlijk. Maar dat boek van Bart van Loo is echt zeer toegankelijk, zeer aangenaam geschreven, een enorm interessante verteller. Dus ja, en ik merk ook meer en meer van mensen die het boek zelf ook aan het lezen zijn of de podcast gehoord hebben, dat die dat enthousiasme met mij delen. Ja, ik dus ook. En het was een aanrader die zeer welgekomen was, want inderdaad, hè, ik ben een germanist, een taalkundige en ja, ik heb ook een liefde en fascinatie voor geschiedenis. Podcast over geschiedenis, maar ook natuurlijk films, van kleins af historische films. Ja, ik vond het fantastisch en je hebt het mij aangeraden en ik heb er zo goed als meteen naar geluisterd ook. En ik was er eigenlijk bijna direct volledig weg van. Het verhaal is prachtig verteld. Het is ook ja, een belangrijk verhaal. Het gaat over dus de aartsvaders van de Lage Landen. Maar ook de muziek is prachtig gekozen. Is een beetje uit die periode, proberen ze toch aan te tonen. En de geluidseffecten zijn ook een grote meerwaarde. En het duurde tot de tweede aflevering. Maar dan, vanaf dan was ik ook overtuigd van de verteller, Bart van Loo. Het was niet helemaal in het begin, want ik moest denk ik eventjes wennen aan hem.
En dat is misschien omdat ik niet gewoon ben om naar Nederlandstalige podcasts te beluisteren. Ik luister eigenlijk bijna uitsluitend naar Engelstalige podcasts, omdat er zoveel meer te vinden zijn en trouwens ook van uitstekende kwaliteit zijn. Er zijn gewoon weinig goede Nederlandstalige podcasts te vinden over politiek, filosofie, economie, taal, geschiedenis. Maar blijkbaar dus zijn er toch een paar goede te vinden over geschiedenis. En De Bourgondiërs is daar dus één van. En aangezien het de aanleiding is voor deze podcast, gaan we dan ook meteen dieper in op de podcast van De Bourgondiërs. Ja, beginnen doen we met mijn ode aan Bart van Loo. Ik kan het toch niet laten om het eens te proberen. Hè. Hij brengt het verhaal echt wel op een meeslepende manier. Je leeft je echt in. Hij brengt die wereld tot leven. En dan hebben we natuurlijk nog eens de geluidseffecten en de muziek die daarbij helpen. En ik wil een fragmentje naspelen ter illustratie. En dan ga ik ook de muziek afspelen die ervoor zorgt dat het dus echt afmaakt. Ik wil er gewoon een beetje het plezier mee aantonen dat ik gehad heb om er naar te luisteren. En het plezier dat ik gehad heb om het mij te visualiseren. Want dankzij hem was het, en dankzij die muziek en die effecten, was het echt niet moeilijk om dat te visualiseren. Ik wil een stukje brengen uit aflevering 5 van de podcast. De strijd tussen Jacoba van Beieren en Philips de Goede. Pieter, kan je kort even de context schetsen? Ja, dus het is zo dat Philips de Goede als Bourgondisch hertog bezig was met een poging om de lage landen eigenlijk te verenigen. En Jacoba van Beieren, die op dat moment nog zonder erfopvolging zat, dus zonder kinderen, Philips de Goede probeerde dus ten alle prijzen te verhinderen dat hij zou kinderen krijgen. En probeerde daar het nauw te drijven. Dus op een bepaald moment raken ze verstrikt in een strijd in Holland, in het hedendaagse Nederland. Horen we via Bart van Loo dan wat er daar precies juist allemaal aan de hand is. Voilà, en nu dus mijn ode aan Bart van Loo. En het is uit veel respect en veel plezier dat ik een stukje ga brengen. Haarlem is taai. Haarlem geeft niet op. En dan doet Jacoba iets spectaculairs. Ze steekt 18 molens in brand. Het zijn gigantische fakkels die branden heftig in de wind. En tot tientallen kilometers verder kon je die reusachtige toortsen zien flikkeren. En binnen in de stad zonk het. De stedelingen, de moed en de schoenen, zoals zoiets van tegen die uur, mevrouw, zijn wij niet opgewassen. Maar er was een Vlaming in die stad die in opdracht van Philips de Goede of de Goede Orde moest waken. Roeland van Uitkerk, een oud strijder die nog naast Jan zonder vrees op het slagveld had gestaan. En die hield voet bij stuk. En het is opnieuw de moed van de andere Vlamingen die het werk helemaal zouden afmaken. Want er komt een leger van Vlamingen naar het noorden, waardoor Jacoba plotseling verplicht wordt om zuidwaarts te rijden om wat haar van land nog rest te verdedigen. En zo komt er een einde aan die belegering en een einde aan de laatste mogelijke opmars van Jacoba. Er komen nog wel wat laatste haarden van verzet, maar die worden allemaal vakkundig door Philips de Goede uitgedoofd. En onvermoeibaar strijdt hij verder. We moeten die molens, die brandende fakkels zien als het laatste lichtpunt van haar carrière. Dat is toch fantastisch, hè? En het is zeker geen groot talent aan mij voorbij gaan als verteller, maar
Het is dan ook een grote aanrader en een stimulans om te gaan luisteren naar de podcast zelf, in ieder geval. Ja, die zijn te vinden via clara.be. Hè? Ja, absoluut. Ja. En ook in de Apple Podcasts app en de Google Podcast app, zo de bekende plaatsen. Pieter, je hebt zowel het boek gelezen als de achtdelige podcast beluisterd. Het boek telt een dikke 600 bladzijden en de podcasts duren allen tezamen ongeveer 12 uren. Ja, dat is toch wel een heel hoop materiaal. En Pieter, beschrijf eens de gelijkenissen en de verschillen tussen de podcast en het boek. Ik denk dat de gelijkenissen evident zijn, dat is uiteraard het onderwerp. Het is niet plots dat het boek of de podcast over iets anders gaan dan de Bourgondiërs. Het is ook zo dat de podcast die ik zelf beluisterd heb, dat daar ook steeds de auteur was van het boek die die podcast ook heeft ingesproken. Dus dat is op zich wel een uitdaging natuurlijk, want het is niet omdat iemand vlotte pen is dat hij ook een vlotter taal is, maar dat is in degene die ik beluisterd heb dus wel zeker het geval. Als je dan vraagt naar de verschillen, is het zo dat de podcasts natuurlijk wat beknopter zijn. Je hebt zelf ook aangehaald, achtdelige podcasts van ongeveer 12 uur. Is het niet mogelijk om 600 bladzijden te gaan bespreken, maar je hebt zeker een goed beeld van de essentie. Het is wel zo dat de podcasts, voor mij persoonlijk, en ik denk dat het is omdat ik meer een visueel geheugen heb dan een auditief geheugen, wat ongedwongener is. Je beluistert dat in de wagen, in mijn geval, terwijl een boek lees je thuis en heb je iets meer focus op wat je aan het doen bent. Dus het gebeurt wel eens als je ergens in een manoeuvre zit in het verkeer, dat je eventjes de aandacht mist op het gesprek en dat je de podcast zou moeten terugspoelen. Maar op zich gaat dat eigenlijk wel allemaal zeer goed. Nu, het is ook zo dat Bart Vallo, zoals je zelf hebt gezegd, een uitstekende spreker is. Absoluut. Ja. Dus dat betekent moeilijk na te doen. Dat betekent ook dat hij er ook schitterend in slaagt. En ik vind dat nog meer in de podcast dan in het boek. Om die sfeer van de Bourgondiërs schitterend in beeld te brengen. Om je dat ook te kunnen visualiseren. Die rijke banketten waar dan ook acrobaten bezig zijn. En een reus en een dwerg waar dat hij dan over spreekt. Ja, ja. Over die walvissen en die dolfijnen. En waar dan de gekste dingen uitkomen. Worstjes die dan plots uit de bek komen van een of ander dier. Ja, ze waren zeer creatief. Hè? Ja, echt, dat is onwaarschijnlijk. En je merkt ook dat die... Ja, dat met grote ogen zou ze te kijken hebben. De manier waarop hij het beschrijft is alsof dat hij zelf nog verbaasd is van wat er allemaal voor zijn ogen lijkt af te spelen. Ja, dus de term Bourgondisch is niet voor niets nu vandaag de dag geassocieerd met al wat een beetje overdadig is, maar wat we dan ook nog net aanvaardbaar vinden. Zo'n zoete zonde. Dus in die zin is het wel een leuke prul om over te vertellen. En hij doet dat ook schitterend. Ja. Dus als je de man bezig hoort, dan lijkt het alsof er een schat lang is bewaard gebleven waar er nooit iemand zich aan gewaagd heeft. Maar het is wel goed dat hij dat heeft onder de aandacht kunnen brengen van de luisteraars en lezers. Ja, en het is ook uit zijn liefde en fascinatie voor geschiedenis. En hij is er dikwijls over bezig in zijn podcast. Dus hij spreekt dikwijls over zijn 15-jarige zelf. En dus het was begonnen met Artis Historia boeken. En hij zag dan bepaalde afbeeldingen en wou er meer over weten. En dat jeugdig enthousiasme is doorheen de hele podcast te merken in ieder geval. Ja, absoluut. Is dat ook in het boek? En wat moeten we dan eigenlijk onthouden van het boek en de podcast? Want het is een belangrijke periode voor onze contrijen. Wat exact moeten we onthouden van het boek en de podcast? Wel, zoals hij zelf ook aanhaalt op de voorflap van het boek, dat de Bourgondiërs eigenlijk de aartsvaders zijn van de Nederlanden. Het is zo dat we nog een periode hebben in de 19e eeuw gehad dat België en Nederland verenigd waren. Maar daarvoor, als we gaan kijken in de vroege middeleeuwen, Vlaanderen dat behoorde tot Frankrijk. En dan Brabant en Limburg, dat waren eigenlijk allemaal aparte graafschappen of hertogdommen of prinsbisdommen, of noem maar op. En dan zie je dat eigenlijk op vier generaties eigenlijk, vier generaties Bourgondische vorsten, dat die erin, en dan kwamen ze eigenlijk uit Frankrijk, hedendaags Frankrijk, dus eigenlijk niet echt specifiek met een bepaalde affiniteit met onze streek, dat die er dan toch zijn geslaagd om heel verschillende regio's eigenlijk politiek aan elkaar te breien en daar een relatief hechte eenheid van te maken. Nu, wat natuurlijk wel waar is, wat Bart Vallo ook vertelt, is dat het de geschiedenis vol toevalligheden zit. En het is niet dat die met een groot plan zaten van oké, we gaan nu eens
de 17 provinciën aan elkaar hechten. Dat is absoluut niet het geval. Je ziet dat er ook wel doorheen het boek veel momenten waren waar dat het net zo goed anders had kunnen draaien. Stel dat bijvoorbeeld een bepaalde Bourgondische hertog vroeger was gestorven, of dat een bepaalde familietak wel kinderen had gekregen, of een bepaalde veldslag anders was verlopen, dan had het helemaal anders kunnen uitzien. Dus het is zeer moeilijk om de geschiedenis te gaan verklaren met wat we weten. Wat wel fascinerend is om te zien, is dat je ziet dat Bourgondië eigenlijk de nieuwe tak eigenlijk van de Bourgondische hertogen, die in concreto hier in het boek worden besproken, dat die eigenlijk... dat ging over een zoon van de Franse koning, Philips de Stoute, dat die eigenlijk redelijk snel op zichzelf beginnen staan. En dan daarna zelfs een twist zijn gegaan met de Franse koning. Ja, ze waren de concurrenten eigenlijk een beetje... Precies. Door een soort van familieveten die er op een bepaald moment ontstaan is. En dat zelfs de Bourgondiërs waren die het symbool van Frankrijk, Jeanne d'Arc, hebben gevangen genomen in Poitiers. Ja. Dan moet het toch wel al zeer diep hebben gezeten. Als het zo ver gaat dat je eigenlijk het symbool van Frankrijk gaat gevangen nemen en nog uitleveren aan de aartsvijanden zijn Engeland, die ze dan in Rouen hebben op de brandstapel gegooid. Maar hij legt ook in het boek wel precies uit hoe dat juist is gekomen. En ik denk dat dat ook wel een geluk is geweest voor in concreto Vlaanderen, maar natuurlijk bij uitbreiding de Hanse lage landen, dat Bourgondië dus geen soort van filiaal was van Frankrijk, maar wel zijn eigen weg zocht. En dat merk je ook helemaal op het einde bij Karel de Stoute, dat hij eigenlijk de ambitie had om het middenrijk van Lotharius, dat is een van de kleinzonen van Karel de Grote, om eigenlijk dat middenrijk terug op te richten en dan eigenlijk als koning van Bourgondië te worden uitgeroepen. En heeft daar eigenlijk proberen handig gebruik te maken van de tweestrijd die er was tussen enerzijds Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk, waar dan dat middenrijk zou tussen hebben gelegen. Maar dat is dan op het laatste fout afgelopen. En dan zie je, Maximiliaan van Oostenrijk heeft dat dan wel verder ontwikkeld. En dan kom je bij keizer Karel enzovoort. Maar dat is dan alweer een ander verhaal. Ja. Maar wat wel heel fascinerend is om te zien, is dat Vlaanderen en Brabant eigenlijk bijzonder geheerd waren. Bijzonder rijk waren, dat er ook heel veel van de rijkdom en praal van die de Bourgondische hertogen hebben eigenlijk tentoongespreid, dat dat was dankzij de fiscale inkomsten van Vlaanderen onder andere en Brabant, maar vooral toch die twee regio's. Ja. Dus, en misschien als laatste, we waren dan wel zeer geheerd omwille van de rijkdom, maar ook een groot stuk ook gehaat. En dat was omwille van het feit dat er een enorme vrijheidsliefdheid was bij de Vlamingen. En bij de Brabanders, en dat dus heel vaak is dat je ziet dat de Bourgondische hertog of de Franse koning moet strijden trekken tegen Gent. Zoals Bart Parot altijd zo mooi zegt, u raadt het wel, Gent. Ja, ja, ja. Of Brugge, dat die weer stokken in de wielen probeert te steken van de machthebbers. Dus op dat vlak soms misschien een beetje inspirerend. Ja, absoluut. Ik denk ook een zeer goede samenvatting van wat we moeten onthouden van het boek en de podcast. Tot zover de bespreking van de Bourgondiërs. Straks bespreken we nog enkele andere podcasts. Maar ik wil eerst even stilstaan bij podcasts als medium en het belang en nut ervan. Zelf luister ik al een kleine 10 jaar naar podcasts. Sinds ik een iPhone had in 2010 ben ik naar podcasts beginnen luisteren. Toen vooral over sport. Maar stilletjes aan vond ik ook interessante podcasts over mijn andere grote interesses zoals politiek, filosofie, economie en geschiedenis. Vorig jaar, in 2018, ben ik behalve podcasts ook audioboeken aan het beluisteren. De gelezen versie van een geschreven boek dus. Ik rijd zo'n 45.000 kilometer per jaar met de auto en die podcasts en audioboeken vind ik dus erg handig voor in de auto. Maar ook handig tijdens huishoudelijke taken bijvoorbeeld. Kwestie van het nuttige met het aangename te combineren. Ik heb altijd veel gelezen, maar vooral artikels en columns op het internet. Weinig boeken, te weinig vind ik eigenlijk zelf. Maar dat werd de laatste kleine 10 jaar ruimschoots goed gemaakt door de letterlijk honderden uren per jaar te luisteren naar al die podcasts. En nu dus ook naar al die audioboeken. Ik luister gemiddeld ongeveer 1 uur en 1/4 per dag. Een dikke 450 uur per jaar is dat. Een audioboek is gemiddeld ongeveer 8 uur. Dus omgerekend betekent dat een 57-tal boeken per jaar. Pakweg een boek per week dus. En dat eigenlijk zonder veel moeite te moeten voordoen. Gewoon luisteren. Luisteren tijdens momenten waarop je eigenlijk iets anders aan het doen bent. In de auto, tijdens huishoudelijke taken of in de fitness.
Ja, ik doe ook aan fitness. Mens sana in corpore sano, nietwaar? Dus eigenlijk allemaal handelingen waarbij je eigenlijk op automatische piloot bezig bent. Dus je kan echt wel aandachtig luisteren naar de inhoud. En dat lijkt me de grote meerwaarde van podcasts en audioboeken. Het nuttige met het aangename combineren. En ook voor mensen natuurlijk die niet graag lezen of weinig tijd hebben om te lezen, is het natuurlijk een schitterend alternatief. Pieter, jij leest ongeveer een boek per week en dat toch al 25 jaar ongeveer, dacht ik niet? Ja, ik denk misschien voorzichtigheidshalve een 40-tal per jaar. En toch zeker, ja, laat ons zeggen, ik denk toch wel de laatste 15, 20 jaar. Ik ben sinds enkele jaren geleden een enorme fan geworden van Goodreads. Dat is eigenlijk een website die het enorm makkelijk maakt om bij te houden welke boeken je aan het lezen bent, welke je al gelezen hebt, welke je nog graag zou willen lezen. Interessante boeken ook dat je kan delen met vrienden en ook besprekingen maken en zo. Dus ja, ik vind dat een enorm handig middel. Mijn vrouw die krijgt soms wat grijze haren van de uitpuilende boekenkasten. En roept mij soms eens op om wat boeken van de hand te doen. We waren een paar dagen geleden bijvoorbeeld een huis gepasseerd die zo'n klein kastje had waar je boeken kan wisselen. Ze had al voorgesteld om zo één te installeren en dan stiekem zo af en toe at random een aantal boeken van mij te laten verdwijnen. Vond ik op zijn niet zo leuk idee. Ik heb ze liever dan op zolder te bewaren. Yeah. Maar je weet maar nooit natuurlijk. Het is dat. Dus ja, 25-tal jaar, 40 boeken, dat zit er toch aan ongeveer bijna 1000 boeken al dat je zou gelezen hebben. Ja, ik hoop het. Misschien moeten we een feestje doen als ik er 1000 heb. Ja, wel, dat is afgesproken, dat is afgesproken. Ja. Ja, Pieter, de boekenverslinder dus. Hè. En ja, wat is jouw ervaring dan met podcasts en audioboeken? Welke meerwaarde hebben die volgens jou? Wel, het is zoals dat je zelf terecht zegt. Zelfs als we onze tijd die we vrij hebben nog kunnen spenderen aan het lezen van boeken, zijn er nog veel dode momenten op een dag. Ja, bijvoorbeeld bij mij is dat dan eenmaal per week als ik ga fitnessen ook, dat ik dan trendsmagazine meeneem. Terwijl ik crosstraining doe, kan ik ongeveer de helft van het magazine uitlezen. Dus geen enkel moment gaat verloren. Ja. Of over de middag als een dood moment tijdens de middagpauze. Maar het is zoals dat je zelf zegt, we zitten allemaal veel in de wagen en ik wil mijn vrouw ervan besparen als ze in de wagen zit om dan ook die podcast te gaan beluisteren. Maar in mijn geval ja, reis ik toch ook wel, laten we zeggen, gemiddeld 1 uur per dag tijdens de werkweek. Dus dat zijn 5 uren. Mm-hmm. En ik heb uiteraard de podcast van Efficiënt Onderwijs al beluisterd. Ja. Maar ook heel wat historische podcasts interesseren mij. En ja, dus het is inderdaad waar. Je kan ook die momenten nog invullen met het beluisteren van interessante boeken die worden ingesproken. Ja, absoluut. Het nuttige met het aangename combineren. Hè. Alles wat we vandaag al verteld hebben, mag toch blijken, denk ik, dat wij alvast geschiedenis interessant en belangrijk vinden. En dus ook het vak geschiedenis in het secundair onderwijs. Het boek De Bourgondiërs van Bart Vallot heeft, zoals al gezegd, de ondertitel De Aartsvaders van de Lage Landen. En het boek helpt ons dus te begrijpen van waar we komen. Ik heb er even de vakfiche van geschiedenis van de examencommissie erbij genomen. En die omschrijft het als volgt, waarom dat geschiedenis belangrijk is. Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Door inzicht te krijgen in wat vroeger gebeurd is, kan je de huidige samenleving beter begrijpen. In de zoektocht naar je eigen persoonlijke identiteit speelt de studie van het verleden onbewust een grote rol. Je leert je eigen positie bepalen door ideeën in andere samenleving te bestuderen. De media kunnen een gebeurtenis vandaag als iets positiefs of als iets negatiefs voorstellen. Zo gebeurt het ook bij de studie over het verleden. Bronnen bieden geen exacte weergave van dat verleden. Door kritisch na te denken maken historici een bepaald beeld van het verleden. Geschiedenis is meer dan data en losse feitjes alleen. Data en feiten zijn meer een kapstok die je een goede achtergrond bieden om een stapje verder te gaan. Het is zinvol om te begrijpen hoe en waarom iets in de tijd verandert of gelijk blijft. Het is boeiend om te ontdekken dat er vandaag nog zoveel overblijft van het verleden. Pieter, inzicht krijgen in het verleden om de huidige samenleving te begrijpen, zoektocht naar persoonlijke identiteit, kritisch nadenken over bronnen. Dat klinkt allemaal fantastisch en heel terecht, vind ik. Maar blijkt dat ook in de praktijk? Blijkt dat ook zo in de klas, denk je? Veel hangt natuurlijk af van de leerkracht, Stijn. Ik denk dat we daar wel kunnen over eens zijn. Mm-hmm. Zeker in de latere jaren in het middelbaar onderwijs herinnert mij een aantal hele goede leerkrachten geschiedenis. En dat was niet zozeer omdat ze het handboek voorlazen, maar wel omdat ze eigenlijk op een narratieve wijze inzicht brachten in een aantal interessante periodes gedurende onze geschiedenis. Ik denk beginnend vanaf de middeleeuwen,
tot eigenlijk ja, het einde van de 20e eeuw. En dan is het natuurlijk niet zo dat we de illusie moeten koesteren dat we tijdens die 2 uur 50 minuten per week, dat we dan heel veel al kunnen begrijpen wat er om ons gebeurt. Maar het is, laat ons zeggen, om het met een boutade te zeggen, een lichtstrip die ons leidt door anders wat een grote duisternis zou zijn. En in die zin zet het mensen ook hier terug aan als ze interesse hebben in dat domein, om ofwel zich daarin te gaan specialiseren via het voortgezet onderwijs, ofwel om het, zoals ik dan, te blijven als hobbyist beoefenen en er meer over te lezen in allerhande, ja, misschien meer gespecialiseerde boeken of steden te gaan bezoeken die ook wat meer inzicht geven. Ik denk dat het, hoe meer dat je leest en hoe meer dat je te weten komt over de geschiedenis, hoe beter dat je ook die nuances kunt leggen. Het onderwijs legt daar, denk ik, terecht ook de nadruk op, dat het belangrijk is om een beeld te krijgen langs verschillende ooghoeken. Al heb ik nu wel de indruk dat het onderwijs soms te vaak vanuit één bepaalde ooghoek de geschiedenis bekijkt. Mm-hmm. Maar ja, denk, als we geloven in de vrijheid van media het uitgeven van boeken, dat we dan zelf moeten op zoek gaan om die nuances te krijgen in het ganse verhaal. Maar het is wel interessant, zou ik zeggen, als Vlaming dan, als Bruggeling, als Europeaan, om vast te stellen hoe rijk onze geschiedenis is en hoe heel veel van de zaken die we nu als verworven beschouwen, dat we daar toch heel hard hebben moeten voor vechten. Ik denk bijvoorbeeld aan de bakermat van de democratie, dat het toch zeker ligt in de lage landen. De welvaart ook die we gecreëerd hebben, die is zeker niet vanzelf gekomen. Je ziet in de middeleeuwen, steden zoals Brugge en Gent waren echt voorlopers in Europa en zelfs op wereldvlak. Dus het is wel interessant om je eigen geschiedenis te kennen, om te weten waar we nu staan, dat we daar niet toevallig staan, of dat zo heel vrijblijvend is gekomen of vanzelf. Absoluut. Er is heel veel bloed, zweet en tranen aan te pas gekomen. Ja, en je haalt terecht aan dat het soms nodig is om zelf nog ook op ontdekkingstocht te gaan naar andere bronnen, naar andere boeken, want ik heb toch de indruk dat in het secundair onderwijs te veel stilgestaan wordt bij één bron, bij één boek, en dat er te weinig vanuit meerdere standpunten iets bekeken wordt. En ik heb een paar voorbeeldjes daarvoor, en dat is natuurlijk eerst een voorbeeldje waarover dat we het in onze podcast Economie hebben gehad, en dat is dan, het ging toen over inflatie. We spraken over de Romeinen. Je vertelde terecht, hè, dus de periode rond 300 tot 500. En degene die dat eigenlijk heeft proberen op te lossen, het probleem van inflatie, was Diocletianus. Dat was eind 3e eeuw. En hij heeft ervoor gezorgd dat toch een stuk opgelost was door eigenlijk geld voor een stuk af te schaffen en meer te gaan naar ruilhandel. En hij heeft er ook op die manier voor gezorgd dat er een voorloper was voor de gilden, maximumprijzen. Dat was allemaal iets dat hij heeft ingevoerd, maar het heeft natuurlijk niet echt goed gewerkt, hè, met die maximumprijs, want dat was er natuurlijk een zwarte markt. Die voorloper van de gilden, dat was in de zin van dat hij verplichtte om... er was bijvoorbeeld een slager, die had een zoon, dus die zoon die moest ook slager worden. En zo was dat voor elk beroep, werd dat verplicht om dat van vader op zoon te laten verder gaan, ja, tientallen, honderd jaren aan een stuk eigenlijk. En dat was eigenlijk dan de voorloper van de gilden. Dus dat was dan zijn manier van om te gaan met inflatie. En waarom vertel ik dat? Ik heb dat verhaal had ik nog nooit gehoord eigenlijk. Dat eigenlijk al van de derde eeuw kwam, van Diocletianus, van bij de Romeinen. Die maximumprijzen, dat bestaat dus ook al honderden jaren, 1500 jaar, 1600 jaar, bestaat het al. En het werkt gewoon niet. En toch wordt het telkens herhaald. We hebben het in de vorige podcast gezegd. Maar dat zijn dingen die je niet echt hoort. In het vak geschiedenis dan. Ik vind dat toch wel interessant. Hetzelfde als het gaat over de islam. Ja, begin 7e eeuw zijn ze eraan begonnen, de moslims, en hebben ze constant gebieden veroverd op de christenen. Het oude Romeinse Rijk werd van het oosten en het zuiden helemaal ingepalmd door de moslims. En ze stonden al in 732, stonden ze al in Poitiers, in Zuid-Frankrijk. En daar werden ze teruggeslagen door Karel Martel. Dan hebben we nog eens de kruistochten, dat is dan al 300 jaar later. Dan pas hebben de christenen, zeg maar, een keer wat weerwerk geboden. Omdat de kruistochten hebben toch altijd een zeer slechte naam eigenlijk. Hè. Ik vind niet dat we de kruistochten of zo moeten gaan vergoeilijken of zo, daar echt iets positiefs van maken. Maar het standpunt van, dat was ter verdediging van de Byzantijnen.
En dat dat 300 of 350 jaar duurt, heeft voordat ze erin slaagden om een beetje weerwerk te bieden, om eventueel gebieden te herveroveren, ja, dat standpunt had ik nog nooit gehoord. Hetzelfde met de Reconquista. Ja, in 711 hadden de moslims dus Spanje dan al grotendeels veroverd. En dus 20 jaar later zaten ze dan in Poitiers. Maar de Spanje was al bijna volledig van... En Portugal eigenlijk, het Iberische eiland, schiereiland. Ja, de Spanje was al helemaal veroverd. En die Reconquista was dus eigenlijk gewoon ja, het herveroveren van die gebieden. Ik vind niet dat... Het blijft oorlog, het blijft een moeilijk onderwerp, maar... Dan hebben we ook nog het voorbeeld van 1453 natuurlijk, de val van Constantinopel. Dan in 1683 het beleg van Wenen. Ja, islam heeft constant proberen gebieden te veroveren. En dan snap ik soms nog altijd niet, als ze al 1400 jaar bezig zijn, dat zo'n religie als een religie van de vrede beschouwd wordt. Zulke dingen hoor je niet in het onderwijs. Nu, er is veel meer nuance, maar ik wil maar bepaalde punten aanhalen van belangrijke data, die niet altijd vanuit meerdere standpunten bekeken wordt. Ja, het is zo dat islam niet de godsdienst is van de vrede, maar de godsdienst van de onderwerping. Ja, dat is ook waar het begrip islam voor staat. En het is zo dat er heel veel zaken onderbelicht worden. Men zegt, ja, men leefde in vrede in de tijd van islam, maar er waren allerlei, wat men vandaag de dag zo noemen, discrimineerde maatregelen. Het feit dat men meer belastingen moest betalen, dat men geen nieuwe kerken mocht bouwen, enzovoort. Als je dan het voorbeeld neemt van de Reconquista, dan zegt men vol schande dat bijvoorbeeld in Andalusië dat er een aantal moskeeën zijn omgebouwd tot kerken, maar die zijn geïntegreerd geweest. En inderdaad, er zijn heel veel zaken fout gelopen in Spanje en in het Midden-Oosten. Maar als je chronologisch bekijkt, had je eerst het christendom, en dat vergeet men ook altijd te zeggen, vooral sterk stond in de streek van Egypte, wat vandaag de dag Turkije is, en dan het hele stuk van het Levant, mm-hmm. Dus Libanon, het huidige Israël. De belangrijkste bisschopszetels waren precies juist daar allemaal gevestigd, ja, onder andere in Alexandrië. En Antiochië. Precies, en Constantinopel. Dus het is eigenlijk wel, ja, als je moet kijken naar waar het min of meer het hart ligt van het oude christendom, is dat min of meer door omstandigheden, inderdaad door de verovering van de islam, opgeschoven naar Rome en dan natuurlijk het schisma met Constantinopel, met orthodoxen. Maar oorspronkelijk ligt dat in het Midden-Oosten. En het is niet zo, men geïnteresseerd is natuurlijk altijd op een bepaald moment, maar het is niet toevallig dat de geschiedenis van de kruistochten precies altijd begint op het moment, ik ga het mij nuanceren, dat het gebied waar dat we nu over spreken, met name de streek rond Israël, dat die op dat moment in handen was van de Arabieren. Dat betekende verre van dat in merendeel dat de mensen ter plaatse moslim waren. Helemaal niet. Er waren nog heel grote groepen christenen, uiteraard. Want het gebied was sinds eeuwenlang christelijk. Maar die waren wel onderdrukt. Oh, die waren tweederangsburgers natuurlijk. En die moesten, zoals je zei, extra belasting betalen. Het heeft allemaal bepaalde termen. Ik ben er niet zo thuis in. Maar ja, die waren tweederangsburgers. Ja, en dus als je dan kijkt of luistert naar de hedendaagse historische documentaires of bepaalde officiële handboeken bekijkt, dan zie je dat men eigenlijk het beschouwt als een gegevenheid van dat gebied. Lijkt alsof het al een millennium lang, want het is 1096, dus dat het eigenlijk al een millennium lang in handen was van de moslims, wat natuurlijk niet kan kloppen, want we spreken over de 7e eeuw dat Mohammed geleefd heeft. Ja. Dus het kan maximum maar 300 jaar oud zijn. En de periode ervoor, want de islam heeft wel inderdaad heel snel opgang gemaakt, maar daarvoor spreken we toch al makkelijk over driekwart van die periode, was het voornamelijk christelijk. Dus dan begrijp ik niet, ja, hoe ver ga je dan terug in de geschiedenis om je punt te bewijzen. En het oorspronkelijke doel ook van de kruistochten was vreedzaam. Het grote probleem die men had, was dat er toendertijd veel meer bedevaarten georganiseerd werden. En men wilde per se naar Jeruzalem gaan om aflaten te kunnen krijgen of om te gaan bidden aan het graf van Christus. Op dat moment was de vrees terecht
dat door de inname van Jeruzalem, dat de christenen niet langer meer die route zouden kunnen bewandelen via Constantinopel om uiteindelijk in Jeruzalem terecht te komen. En heeft men gezegd van, we willen gewoon dat die route beveiligd wordt, dat christenen nog steeds kunnen aanbidden in Jeruzalem. En het was niet zozeer een politieke zaak of een militaire zaak om dan het hele gebied onder controle te krijgen. Dus dat zijn allemaal van die nuances dat je denkt van, ja, waarom wordt dat allemaal niet vertaald? En er is inderdaad een duidelijke agenda die ons vertelt van, ja, maar het was eigenlijk allemaal de schuld van het christendom, het was allemaal de schuld van de Europeanen. Het is eenzijdig zo dat het bloedvergieten altijd is veroorzaakt geweest door christenen. En er zijn inderdaad een aantal kruistochten fout af, lopen helemaal niet. Dat is inderdaad helemaal correct. Maar anderzijds, als je gaat kijken naar de personen die men behandelt, gaat het altijd over de vredaardige, over de vredelievende Saladin. En die alsof er nooit anderen zijn geweest. Dus het is eigenlijk een heel manichistisch, heel zwart-wit denken dat het officiële beeld is. Zijnde, je hebt de stoute, gewelddadige christenen aan de ene kant, die eigenlijk een gebied veroverd hebben dat zogezegd al een millennium lijkt het in handen is van de moslims. En anderzijds de moslims die zich moeten verweren, of die bijna zich niet kunnen verweren massaal worden afgeslacht door die bloeddorstige christenen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, dat wordt echt veel te veel onderbelicht, vind ik. Er wordt veel te weinig vanuit verschillende standpunten de geschiedenis bekeken in het middelbaar onderwijs. En ik denk toch ook niet dat je kan zeggen dat 16, 17, in sommige gevallen 18 jaren niet slim genoeg zouden zijn om zulke dingen te begrijpen. Ik denk niet dat je daar over zulke dingen moet beginnen in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is om te weten voor de latere jaren in het secundair onderwijs, en dat die toch in staat zullen zijn om die nuances te begrijpen. Dat lijkt me toch wel zo te zijn. Ja, er zijn inderdaad voorbeelden genoeg. We kunnen het ook nog hebben over de moorddadige 20e eeuwse ideologieën, zoals nationaal socialisme, die natuurlijk wel heel ruim besproken wordt en waar, als je kijkt naar de boekhandels, enorm interesse is voor de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat daar wel al heel veel inkt over is gespendeerd. Maar wat bijvoorbeeld veel minder belicht wordt, is de situatie in Oekraïne destijds onder Stalin, waar de bevolking doelbewust werd uitgemoord door verhongering. Wat er in Maoïstisch China is gebeurd met een aantal grote projecten waar heel veel landbouwers, tientallen miljoenen om precies te zijn, eigenlijk zijn gestorven op het kapblok van het communisme. Als je nu vandaag de dag vraagt, wat associeer je met de 20e eeuw en met oorlog en geweld, dan zal men zeker het nazisme noemen. Maar die misdaden die er zijn gebeurd in onder andere China, maar ook in Cambodja, in de Sovjet-Unie en noem maar op, die worden eigenlijk bijna niet belicht. Dus vandaar zie je dat de officiële geschiedschrijving heel vaak maar van één bepaalde hoek komt, en dat eenheidsdenken. Maar ook wat ik daarnet zei, de culpabilisering van onze Europese beschaving, vind ik eigenlijk aanstootgevend, aangezien dat het ongenuanceerd is. En ik zou veel liever hebben dat mensen meer lezen, terwijl vaak het cliché bestaat, dat indruk gewekt wordt, dat we zouden willen hebben dat er minder over geschiedenis geleerd wordt. Ik heb de indruk dat er nu vaak wordt gezegd, een beetje destijds, zoals men het beeld beschouwt van de index, dat er maar een hele lijst is van boeken die je niet mag lezen. Nu heb ik de indruk dat het precies omgekeerd is. Er is een hele lijst van boeken die je wel nog mag lezen, maar er is natuurlijk veel meer die niet behoort tot de officiële geschiedschrijving, omdat die boeken 20, 30 jaar geleden zijn geschreven geweest en die worden nu beschouwd als racistisch of seksistisch of kolonialistisch of noem maar op. En dat vind ik eigenlijk heel absurd. Ja, en het leidt ook tot bijvoorbeeld hernoemen van straten. Het naar beneden halen van standbeelden, dat is nu nog niet echt bij ons gebeurd, maar in de Verenigde Staten gebeurt dat wel. Hernoemen van straten gebeurt bij ons wel. Het is toch een beetje de geschiedenis herschrijven wat er gebeurt. En ik denk dat het niet altijd nodig is om bepaalde straten te hernoemen of standbeelden naar beneden te halen. Het is net een opportuniteit
om daarover te leren. Van waarom noemt die straat zo? Wat heeft die persoon gedaan? Of dat standbeeld? Wat is er gebeurd? Waarom staat hij hier? Waarom zou dat standbeeld weg moeten? Waarom zou het bijvoorbeeld naar een museum moeten? Of gaan we het gewoon nergens meer zetten? Allee, dat leidt net tot meer kennis over geschiedenis. En dat wordt dan toch een beetje om zeep geholpen als je het helemaal wilt herschrijven. En de geschiedenis en niet de zaken wilt benoemen zoals ze zijn of zoals ze waren. Dat lijkt me toch wel heel jammer eigenlijk. Ja, tuurlijk. En er zijn nog voorbeelden op te sommen. Hè. We kunnen blijven doorgaan natuurlijk, maar we hebben de vaderlandse geschiedenis. Als het gaat over de kolonisatie van Congo, wat men niet vertelt, is dat degenen die daar leidend waren in het organiseren van slavenhandel, waren een aantal Arabische slavendrijvers. Die zijn mede dankzij de Belgische aanwezigheid daar verdreven. Dus ja, het is dan zeer gevaarlijk om dan te gaan zeggen van Leopold II is de grote boeman. Ik ga zeker Leopold II hier niet verdedigen, maar ik denk dat de waarheid ook wel zijn rechten heeft en dat we daar moeten heel voorzichtig mee omgaan. Er zullen waarschijnlijk binnen 30, 40 jaar ook mensen terugkijken op vandaag de dag en bijvoorbeeld, allez, ik zeg het maar voor de vuist weg, bijvoorbeeld zeggen de dood aan ergen dat we het nu allemaal normaal vinden dat ongeboren kinderen worden vermoord, ja. Of dat er euthanasie wordt gepleegd. Of dat pedofilie in een bepaalde periode van de laatste decennia werd getolereerd. Dus het is zeer gevaarlijk om met de maatstaf vandaag de dag de geschiedenis te gaan bekijken. En dat is wat er eigenlijk continu gedaan wordt. Ja, dat is waarop dat we nu in deze podcast en waarop dat wij ook met Efficiënt Onderwijs willen hameren. Die nuances, die verschillende standpunten, die moeten besproken worden. En dat gebeurt soms een beetje te weinig, denk ik. We moeten ook niet over een te brede kam scheren, maar ik denk toch wel dat we dat kunnen zeggen. Dat het iets te weinig gebeurt, op zijn minst. Want ja, als we kijken naar de leerlingen in het secundair onderwijs, ja, dat zijn natuurlijk de toekomstige politici. Zijn onze toekomstige leiders van ons land. En ik denk toch dat het belangrijk is dat zij alle standpunten bekijken over historisch feit. Dat zij weten van waar dat we komen, omdat ons dat gaat helpen, waar dat we naartoe moeten gaan. Het zal hen toch helpen om denk ik, een betere, slimmere, verstandigere, eerlijkere, rechtvaardigere mening te hebben over bepaalde feiten. En ik denk ook dat ze op die manier dan zouden kunnen zorgen voor een betere politiek, een meer genuanceerde politiek, denk ik toch. Het was nog iets waaraan dat ik dacht. Was bijvoorbeeld de taalproblematiek. Als ik denk aan de Universiteit van Gent, die is nog maar vernederlandst sinds 1930. Ja, dat is dus echt nog, dat is nog niet eens 100 jaar. Leuven is zelfs nog minder lang, een vijftigtal jaar met Leuven-Vlaams bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, inderdaad. En het is heel vreemd, dat daaraan gekoppeld natuurlijk ook, dat er zo weinig respect is voor het Nederlands als onderwijstaal. Het lijkt nu een beetje alsof dat het beeld van vroeger, dat men zei van ja, Nederlands is geen wetenschappelijke taal. En daar is Simon Stegen wel het mooiste tegenvoorbeeld van. Dat die in de middeleeuwen heel wat wiskundige termen heeft naar het Nederlands vertaald. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is ook denigrerend naar een aantal talen die middelgroot is. Want vergeet niet, Nederlands is eigenlijk een middelgrote taal. Als we spreken over kleine talen, dan kunnen we hebben over een aantal Oost-Europese talen. Bijvoorbeeld in het Balticum. Maar Nederlands is in de Europese Unie een middelgrote taal die gesproken wordt door ruim 20 miljoen mensen. Dus dat is zeker niet min. Dus ik zie ook niet in waarom we daar zouden moeten onszelf naar beneden praten. Dus, en laat ons eerst beginnen met onze eigen taal goed te spreken. Ja, het is erg om te zien, maar ik kan mij ongelooflijk ergeren aan de vele taalfouten, spellingsfouten die nog geschreven worden door mensen die toch voortgezet onderwijs hebben genoten. En dan is het gemakkelijk, of een beetje lui zou ik ook zeggen, dat men vaak overschakelt naar het Engels. Maar de kwaliteit van het Engels is per definitie nog lager dan de kwaliteit van het Nederlands. Dus laat ons zeker in ieder geval inzetten op voldoende Nederlands. En uiteraard zijn talen van belang om te kunnen communiceren als een lingua franca op een internationaal toneel. Maar nu heb ik de indruk dat heel vaak het kind met badwater wordt weggegooid en dan men eigenlijk inderdaad de verdiensten van vele generaties voor ons gewoon van tafel worden gegooid. Ja, want in het onderwijs, in het secundair onderwijs, ja, worden er op een duur naar het einde van het secundair onderwijs toe vier talen gestudeerd. Dus Nederlands, Engels, Frans en Duits. Of dat Duits kan soms een keer Spaans zijn bijvoorbeeld als vierde taal. Maar ik heb het al in vorige podcast af en toe eens aangehaald. En zeker op onze website efficiëntonderwijs.be, want we hebben er een uitgesproken mening over taalonderwijs.
is dat de grote nadruk moet liggen op Nederlands en dan op Engels. Eén vreemde taal, en die vreemde taal is uiteraard logisch genoeg Engels, want dat is de lingua franca. Er wordt veel te veel tijd gespendeerd aan Frans. En dan, ja, wat doen we dan nog eigenlijk met dat Duits of dat Spaans? Eén keer dat ze 17, 18 jaar zijn en ze studeren af van het secundair onderwijs. Als we dan een keer kijken naar wat ze kunnen van taal, Nederlands, weinig verheven. Engels, dat zal redelijk goed zijn bij de meesten, maar dat is niet dankzij het onderwijs, dat is dankzij series en films en gamen. En dan hebben we Frans heel zwak en Duits of Spaans ja, bijna onbestaande of ja, heel klein beetje basiskennis. Ik bedoel, als je dan zoveel tijd gespendeerd hebt aan taal in het onderwijs, is dat heel triestig dat dat dan het resultaat is. En dus vandaar, Nederlands en Engels lijken mij de belangrijkste talen. Omdat we dus die taalproblematiek niet mogen vergeten. En daarover ging het nu. Die taalproblematiek, Brussel zijn we ondertussen bijna kwijt als Nederlandstaligen. Er zijn nog 5% Vlamingen of zo ongeveer. De Vlamingen zijn dan een beetje naar de Brusselse rand verhuisd. Maar wat gaat er gebeuren als die dan ook nog verhuizen? Op een bepaald moment, om gelijk welke reden. Ik bedoel, we zijn onszelf toch geen plezier aan het doen als Nederlands sprekende. Nee, het is omdat dat blijkt uit de geschiedenis, maar ook de manier waarom we omgaan met onze taal, dat er gewoon te weinig respect voor bestaat. Ik vind het zeer goed dat efficiënt onderwijs ook heel duidelijk benadrukt het belang van talen. En ik denk dat het meest absurde verwijt aan de Vlamingen is dat ze onder een kerktoren leven, want de Vlamingen, overal waar ik ga in de wereld, worden geprezen om hun talenkennis. Ik herinner me bijvoorbeeld in een reis die ik destijds maakte met mijn ouders in Indonesië, in Bali. En er was een Fransman die geen woord Engels sprak. En mijn vader heeft daar zitten tolken tussen personeel dat Engels sprak en die Fransman die enkel Frans sprak. Dus terwijl nog het Frans, nog het Engels de moedertaal was van mijn vader. Dus in dat opzicht is dat een compleet absurd verwijt. Maar in alles blijkt dat het een soort van verwerping is van traditie en van geschiedenis. En dat men zegt van ja, oké, we zullen dan allemaal met z'n allen maar goed Engels spreken of Chinees of wat dan ook. Maar vooral geen aandacht geven aan onze eigen taal, waarin heel veel belangrijke literaire werken zijn geschreven. Waarin de Grotuse geschriften bijvoorbeeld, waar ik in die podcast over geschiedenis over heb gerefereerd, dus die al van lang, lang geleden dateren, dat we gewoon ook kunnen lezen waar onze wortels liggen, dat allemaal zomaar wordt veronachtzaamd. En tegelijkertijd ook dat we onze geschiedenis eigenlijk niet meer mogen leren kennen en al zijn nuances zoals die bestaan. Ja, de Vlaming is altijd onderdrukt geweest, heeft eigenlijk nooit autonomie gehad. En taal is daar een voorbeeld van, dat we dus eigenlijk nog niet lang beschikken over die autonomie in feite. Ja, de vernederlandsing van de universiteit, 1930, Leuven, 68, zoiets. Ja, dus echt nog niet lang dat de Vlamingen een beetje autonomie hebben. Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe dat gekomen is in de geschiedenis en waar dat we nu staan. En dat het belangrijk blijft om daarin verder te gaan, dat we voor onszelf opkomen eigenlijk. En meer autonomie willen. En ik denk als je begrijpt hoe dat komt in de geschiedenis, dan lijkt me dat een heel logische stap om daarin mee te gaan, om dat te begrijpen van waar dat komt. Ja. Maar als we nu heel kort de Belgische geschiedenis zouden bekijken, bestaat België ongeveer 200 jaar, een kleine 200 jaar. En daarvan is het pas ongeveer na de helft van die periode, dus na één eeuw, rond 1930, onder andere met de vernederlandsing van de Universiteit van Gent, dat de Vlamingen een aantal rechten hebben gekregen. In de ambtenarij, in de justitie, in het leger en dus ook in het onderwijs. Maar de vraag is, moeten we daar tevreden zijn met wat er uiteindelijk is gerealiseerd? De Vlamingen zijn een meerderheid in ons land. En 60% is Nederlandstalig, 40% woont in Brussel, is Franstalig of woont in Wallonië. Maar de Vlamingen vandaag de dag zijn eigenlijk een minderheid de facto. Want op politiek vlak staan er twee Franstalige gewesten tegenover het Vlaamse gewest. Er zijn een aantal blokkeringsminderheden die er eigenlijk voor zorgen dat de Vlamingen nooit een meerderheid nog kunnen uitspelen van wat destijds door elke democratische beweging is uitgesproken als zijnde one man, one vote. Dat werkt totaal niet in België. Maar dat is één zaak. De vraag is, we zijn nu een federale staat, dus de Vlamingen hebben ook autonomie. En dan is de vraag van, oké, wat hebben we daar dan mee gedaan? Onderwijs bijvoorbeeld, cultuur, zijn domeinen waar Franstaligen eigenlijk niks meer over te zeggen hebben.
En dan is het ook een beetje jammer om vast te stellen dat toch in heel wat zaken de Vlaamse administratie zich eigenlijk een beetje als een keizerkoster gedraagt. En ja, bijvoorbeeld heel betuttelend optreden als het gaat over rekeningen rijden of over vergunningen die economische ontwikkeling bijvoorbeeld in de weg staan. Het is allemaal een beetje te veel een doorslagje van hoe het er in België aan toe ging. En eigenlijk zou ons model veel meer moeten zijn een administratie die gericht is zoals het bijvoorbeeld in Nederland gaat. In Nederland zeggen ze bijvoorbeeld om belastingen in te vullen, we kunnen het voor jou niet leuker maken, maar wel makkelijker. Ja. En dat geldt voor alles. Veel meer transparantie, flexibiliteit, meer het faciliteren van mensen een ondernemingszin en niet het gaan betuttelen en gaan klein houden van wat iedereen eigenlijk wil gaan ondernemen. Het gaat hem eigenlijk vooral over een mensbeeld. Hè. Ik heb vaak de indruk dat in Nederland dat men ervan uitgaat dat de burger een positieve bedoelingen heeft en dat men die probeert te ontwikkelen, terwijl in België en zelfs in Vlaanderen men er eigenlijk van uitgaat die wil gaan revolteren en van alles gaan kapotmaken. We moeten dat vooral proberen zoveel mogelijk onder de knoet te houden. Wel, je sprak over het ontstaan van België, Nederland en de verschillen. Een podcast die daarover gaat is Het Verlies van België van Johan Op de Beek. Dat is een van de podcasts die we nog willen bespreken. Dus Het Verlies van België. Dus de podcast is gebaseerd op een boek. En ik meen toch te weten dat jij alvast zeker het boek gelezen hebt, Het Verlies van België. Dat klopt. Ja, het is op zich wel interessant. Er zijn een aantal boeken natuurlijk al verschenen over die Belgische revolutie. En wat eigenlijk Johan Op de Beek doet, is hij gaat inzoomen op een aantal belangrijke personages die een beetje ondergesneeuwd zijn in de geschiedenis. Iedereen die naar Brussel rijdt, die zal wel Rogier kennen, van het Rogierplein of Merode, het metrostation. Dus er zijn wel een aantal bekendere figuren die zijn blijven doorleven door het feit dat er pleinen of belangrijke lanen zijn genoemd. Maar twee personen die hij behandelt, Louis de Potter en Alexandre Gandebien. Louis de Potter is trouwens van Brugge afkomstig. Die gaat eigenlijk wat meer in de verf zetten. Dan zie je ook een heel complex verhaal. Ik denk dat de podcast voor ons waarschijnlijk nu niet lang genoeg is om daar alleen diepte op in te gaan. Maar bijvoorbeeld, je ziet dat er een soort van spanning was ook wel, of dat er verdeeldheid was in de oppositie tegen de Nederlandse koning Willem I, dat je enerzijds de liberalen had, waar Louis de Potter toe behoorde, maar anderzijds ook meer behoudsgezinde katholieken, zoals de Merode, en dat die natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar stonden. Wat het bond was eigenlijk het conflict met Willem I, maar hoe dan die nieuwe natie er moest uitzien, moest dat een republiek zijn of een monarchie, moest dat vooral liberaal zijn of eerder katholiek, dat was men het absoluut niet over eens. En dan zie je dat er toch een soort van monsterverbond ontstaat, wat men dan het unionisme noemt, die dan krachtig genoeg was. Maar je moet natuurlijk altijd met twee zijn. Er was enerzijds toch wel een zekere bereidheid om te revolteren, maar anderzijds zijn er ook wel een aantal blunders, politiek en militair, gebeurd door het Nederlandse regime. En ook niet onbelangrijk, want dat wordt dan ook wel vaak vergeten, de rol van Frankrijk, die op dat moment ook een revolutie had gekend in 1830, en die eigenlijk zelfs militair heeft ingerepen tot in Brabant eigenlijk stond met het leger om te vermijden dat de Nederlanders toch zouden finaal de zuidelijke Nederlanden terug bij Den Haag laten aansluiten. Dus er is wel heel duidelijk een geopolitieke beïnvloeding geweest door Frankrijk met de bedoeling om België los te weken uit Nederland. Wel, ik vind die podcast, dus de podcast op basis van het boek, heel, heel nuttig, omdat ik was eigenlijk al heel veel vergeten. De grote lijnen ken ik nog wel van het ontstaan van België, is gekomen. Maar veel namen ken ik al lang niet meer. Weet ik zelf niet zeker wat ik die ooit gehoord heb. Sommige namen. Ja, dat is heel nuttig, vind ik dus nu, om daar een keer naar te luisteren, terwijl je dus andere dingen aan het doen bent. Want ik ga daarom niet direct het boek gaan lezen, maar die podcast is natuurlijk ideaal om in de auto te beluisteren. En het kort daarvoor natuurlijk hadden we de periode van Napoleon. En ook daar is een podcast van Johan Op de Beek. Een boek en een podcast. Ja, ik ben op dit moment de podcast aan het beluisteren. Het boek zelf, het zijn er denk ik vier in totaal. Hij heeft er drie geschreven over de geschiedenis, de biografie eigenlijk van Napoleon. Ik weet dat er ook een podcast bestaat over het hart van Napoleon. Maar ik weet niet of dat eigenlijk een boek is.
Dat weet ik ook niet. Kijk, de podcast, ik heb 1 aflevering voorlopig gedownload, die staat op mijn lijstje om dan uiteindelijk te beluisteren. Ja. En dan is er nog een boek eigenlijk, ja, die een beetje zou kunnen beschouwd worden als wat hedendaagse managers en ondernemers kunnen leren uit het leven van Napoleon. Dus dat boek dat staat sowieso zeker ook nog op mijn bestellijst. Het klinkt nuttig. Het klinkt nuttig. Ja, absoluut, absoluut. En het is een heel interessante periode en een heel interessante figuur natuurlijk. Die op korte tijd, een beetje zoals de figuur van Alexander de Grote, heel wat in gang heeft gezet en ook zijn stempel heeft kunnen drukken in de periode na zijn bewind. Men heeft het Congres van Wenen georganiseerd, wat inderdaad beslist is geweest toen ook om de zuidelijke Nederlanden te voegen bij de noordelijke Nederlanden. En dan komen we terug in het verhaal van Bart Valo, dus de lage landen eigenlijk die terug herenigd werden. Maar op dat moment in 1815, bij het Congres van Wenen, nooit meer is gelukt, is eigenlijk de klok terug te draaien. Er zijn een aantal krachten die Napoleon heeft losgeweekt, onder andere in Duitsland, maar ook in België, in andere landen ook, in Italië, die ervoor hebben gezorgd dat Duitsland, Italië zijn onafhankelijk geworden zoveel decennia na het overlijden zelfs van Napoleon. Als we vandaag de dag kijken naar onze recht, is het nog altijd gebaseerd op de Napoleontische code. Dus ook op dat vlak, het is niet alleen militair, maar ook op vlak van justitie, ambtenarij. De provincies ook, zoals we ze vandaag de dag kennen in België, dateren nog uit die periode. Dus het is iemand die gehaat is en geliefd. Merk met mijn reizen naar Frankrijk en naar Parijs in het bijzonder dat hij nog zeer geliefd is, dat men nog koestert alle overwinningen dat hij heeft behaald. En ook dat kan je zien aan de metrostations en de Arc de Triomphe enzovoort, de Les Invalides, dat er over Napoleon nog maar heel veel respect gesproken wordt. Ik kan me niet voorstellen dat men in Duitsland zoiets zou doen of op andere plaatsen waar toch eigenlijk hele autoritaire figuren hebt gehad. Maar in Frankrijk vindt men dat blijkbaar nog altijd normaal. Dat, en koestert men ook een beetje zijn grote helden nog van vroeger. Ja, en zo zie je ook maar altijd 2 maten en 2 gewichten. En ja, er zijn zoveel standpunten, zoveel manieren om bepaalde historische feiten te bekijken. Dat de ene persoon het positief bekijkt en de andere persoon het negatief bijvoorbeeld. En dan wil ik nog een laatste podcast vermelden. Dat is De Zonnekoning. Dan zitten we in de 17e eeuw. Dat gaat over Louis XIV. Met het verlies van België zaten we in de 19e eeuw. Dan Napoleon, dus ja, een stuk begin 19e eeuw en dan eind 18e eeuw. En De Zonnekoning is natuurlijk 17e eeuw en een heel klein stukje in het begin van de 18e eeuw. Pieter, vertel eens opnieuw zowel een podcast als een boek. De podcast op basis van het boek. Vertel eens wat we moeten onthouden van De Zonnekoning. Ja, wat is op zich wel interessant dat Johan Op de Beek, want het is opnieuw inderdaad Johan Op de Beek, die dus een boek geschreven heeft over een Franse figuur, zijn de Lodewijk de XIV, die je er inderdaad wel beter kent onder de titel De Zonnekoning. Hij legt trouwens ook uit in het boek van waar hij die titel heeft behaald. Het is niet omwille van zijn militaire triomfen, maar in een van de balletvoorstellingen waar hij meespeelde, dat hij optrad als zon. En dat heeft een enorme indruk nagelaten op het publiek. Ja, en alles en iedereen draait rondom hem. En hij was volledig in het goud beschilderd, zeg maar. En een soort van zonnekroon gemaakt. Ja. Natuurlijk hebben we ook de film Le Roi Danse. Dat was in het jaar 2000, geloof ik. Heb ik jammer genoeg nog niet gezien. Ben ik wel zeker van plan. Maar daarin wordt die scène, dat kan je ook al vinden op YouTube, wordt die scène nagespeeld. En vandaar inderdaad De Zonnekoning. Iedereen moest rond hem draaien. Ja, ja. En wat Johan Op de Beek wel, ja, en dat is heel goed dat hij dat ook nog eens benadrukt. Op dat moment was Frankrijk eigenlijk nog een beetje een tweederangsmacht. En is hij er toch in geslaagd om op een aantal domeinen een en ander te veranderen. Natuurlijk militair. Hè. Er zijn een aantal grote overwinningen die Frankrijk heeft behaald in onze contreien. Zeker in het begin van zijn regime. Dan is hij er ook in geslaagd om Spanje, die toch nog op dat moment een grootmacht was. Herinner, op dat moment had men een grote delen van Latijns-Amerika nog als kolonie. Mm-hmm. En is hij er zo handig in geweest toen er geen wettelijke erfgenamen meer waren aan het Spaanse hof, om daar zijn kleinzoon eigenlijk te gaan posteren. Op dat moment was Frankrijk gecombineerd met Spanje in een ongelooflijke macht. Maar Lodewijk XIV, zo had dat vaak een beetje, het is het verhaal van Icarus. Men kan misschien niet zomaar de geschiedenis kopiëren, maar er zijn zeker wel lessen uit te trekken. En
het verhaal van Icarus is denk ik wel iets dat, dat heel vaak terugkomt. De homo die komt voor de val. Ja. Is hij eigenlijk een beetje beginnen ja, wat boven zijn hand te spelen. En dat is bijvoorbeeld zo geweest toen dat hij in het binnenland de hugenoten, de protestanten eigenlijk, is beginnen vervolgen. Want op dat moment had hij een aantal belangrijke protestantse bondgenoten. Pruisen, Engeland en Holland. Dus dat heeft hem al vervreemd. En dan heeft hij dus zich op dat moment geprofileerd als de grote katholiek. Oké, dat zou dan in de kaart spelen van een bondgenootschap met Oostenrijk. Maar op het moment, spreken in 1683, heb het jaar al laten vallen. Het beleg van Wenen door de Ottomanen. Op dat moment heeft Lodewijk XIV het eigenlijk proberen op een akkoordje te gooien met de Turken. En op die manier eigenlijk zich te ontdoen van een belangrijke vijand zijnde Oostenrijk. En dat is hem natuurlijk slecht bevallen. Want op dat moment heeft hij eigenlijk het kruim van Europa tegen zich verzameld. En zie je ook dat de ster of de zon talend is ja. van Lodewijk XIV. Hij heeft dan een aantal grote nederlagen gekend. En op het einde van zijn leven, dat wordt eigenlijk zeer mooi beschreven door Johan Op de Beek. De man is op dat moment al dik in de 70. Ziet eerst zijn zoon sterven, zijn troonopvolger. Ziet dan een van zijn kleinzonen sterven, die eigenlijk had benoemd als dan tweede troonopvolger. Sterven denk ik zelfs twee van zijn achterkleinkinderen. En uiteindelijk Lodewijk de 15e is zijn achterkleinzoon, die dan ja, na zoveel jaren, als hij dan volwassen is, wel de leiding van Frankrijk kan overnemen. Maar het is een enorme periode dat Lodewijk de 14e overspant, waar hij enorm veel heeft gerealiseerd. Ik heb het nog niet gehad over het absolutisme. Eigenlijk de parlementen dat hij heeft uitgeschakeld, mm-hmm. de macht van de adel. Ik denk dat hij daar ook een beetje de kiemen heeft gezaaid voor de Franse revolutie later. Dus het is sowieso iemand die enorm veel heeft gerealiseerd. Maar in tegenstelling misschien tot Napoleon, die dat gedaan heeft in een periode van 10 jaar, heeft Lodewijk de 14e dat natuurlijk veel langer kunnen overdoen. Hè. Ja, ik denk een jaar of 70 dat hij officieel koning was. Ja. Wat perfect past bij het podcast en het boek is natuurlijk ook de serie Versailles, ook getoond op de VRT. En als je dat allemaal tezamenlegt, heb je natuurlijk een zeer goed beeld van wie Lodewijk de 14e was. En hetgeen dat mij in de podcast verraste om te horen, was dat hij niet alleen figuurlijk een krachtige, sterke figuur was, maar ook letterlijk. Hij was een man van staal, blijkbaar. Die was al van jonge leeftijd, had hij allerlei ziektes, onder andere geslachtsziektes. Hij is van alles tegengekomen, fysiek. En hij overleefde dat allemaal. En ik herinner me ook een scène op een bepaald moment dat hij bij de tandarts moest. Hij had problemen aan zijn tanden. En met de grove middelen van toen hebben ze eigenlijk een heel stuk van zijn bovenkaak kapot gemaakt. En de helft van zijn gezicht eigenlijk doen verschuiven. Ze hebben uiteindelijk voor een stukje in orde gekregen, maar in ieder geval, die heeft ongelooflijk afgezien. En toch bleef hij altijd maar zijn ministerraden houden. Het was al eerder op het einde van zijn leven, maar dan nog heel straf dat hij toch zijn verplichtingen altijd bleef nakomen. Niet dat hij trouwens zelf heeft opgelegd voor zichzelf. Doorheen zijn leven blijkt dus dat hij een ongelooflijk krachtige figuur was, sterke figuur, sterke man. Want overdag was hij constant aan het werken en 's nachts was hij constant aan het werken. Dat is dan ook iets wat Johan Op de Beek wel plezier heeft om over te vertellen, over die nachtelijke inspanningen van Lodewijk de 14e. Want het was natuurlijk niet vreemd dat koningen bastaardkinderen hadden, maar wat Lodewijk de 14e misschien een beetje speciaal maakte in dat opzicht, was dat hij die ook erkende en dat hij ook een rol speelde in het hof. Dus dat is al wel het voordeel van de podcast ten opzichte van het boek, dat het daar nog meer te horen is, uiteraard per definitie meer te horen is, maar dat je dan ook wel meer merkt met welk plezier, een beetje voyeurisme, dat hij die zaken allemaal bestudeert en deelt met de luisteraar of de lezer. Het is alsof dat hij er een beetje een genot in vindt om daar in die potjes te gaan roeren. Ja, en een door sleutelgat aan het meekijken is of zo. Precies, precies. Of zo een aantal leuke anekdotes van de koning die dan met zijn maîtresse wordt opgesloten door een of andere jaloerse echtgenoot. Die hem opgesloten had in zo'n klein gangstje. Dat is wel leuk. Maar in elk geval, dus dat zijn jonge voorbeelden van Nederlandstalige podcasts. Die ik dan eigenlijk grotendeels, of zeg maar volledig dankzij jou ontdekt heb. Dus via jouw
suggestie van de Bourgondiërs. Natuurlijk, ik heb wel altijd veel Engelstalige podcasts beluisterd. En ik wil er een paar opnoemen, een paar hele goede, dus enkele goede tips. En die podcasts zijn The History of Rome, Revolutions, The Fall of Rome, Tides of History, 12 Byzantine Rulers en Norman Centuries. En ik wil eventjes ingaan op The History of Rome, want daar begon het een beetje voor mij, zoveel jaren geleden. Dus een podcast van in totaal iets van een 170 à 180 afleveringen. Iets van een 70 à 72 uren. En ik heb die 3 keer volledig beluisterd, gewoon omdat ik hem zo goed vond. Heel veel bijgeleerd over de geschiedenis van Rome. Ik heb Latijn en Grieks gedaan, dus ik heb het allemaal wel ooit gezien. En natuurlijk ook bepaalde films en series gezien. Maar die podcast vertelde eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van Rome via de, in het keizerrijk, via de keizers eigenlijk. En daarvoor dus eigenlijk het koninkrijk en de republiek. En het is sowieso handig, stel dat je iets wilt weten over een bepaalde periode in het Romeinse Rijk, om dan die bepaalde podcasts te beluisteren. Want je hoeft ze echt niet allemaal gehoord te hebben natuurlijk, om mee te zijn. Je kan echt bepaalde periodes eruit kiezen en op die manier goed mee zijn met de geschiedenis. Dus dat is een absolute grote aanrader. Ik weet niet of jij die gehoord hebt toevallig. Nee. Ik moet op dat vlak zeggen dat ik eigenlijk nog geen Engelstalige podcast heb beluisterd. Dus ik leer hier ook nog heel wat bij. Wel, bij deze mijn tip voor jou, The History of Rome. Dan natuurlijk, behalve de podcast, hebben we natuurlijk ongelooflijk veel boeken die interessant zijn voor geschiedenis. En ook heel veel films en series. Te veel om op te noemen, ik ga het nu dus ook niet doen. Maar wat ik wel interessant vind, is natuurlijk nu met die streaming services à la Netflix, Amazon, binnenkort Disney+. Apple, die gaat ook zijn eigen streamingdienst hebben. Allemaal eigenlijk spin-offs zeg maar, van Netflix, maar elke grote filmmaatschappij, elke grote bedrijf wil op een duur eigenlijk zijn eigen streamingdienst. En het positieve daarvan is dat er ook heel veel nieuwe films en series gemaakt worden over historische periodes. Dat is echt wel fantastisch, vind ik. Ja, absoluut. Ja. Kunnen we allemaal toejuichen. Hè? Ja, en ik denk dat dan ook de conclusie is dat eigenlijk geschiedenis nooit saai kan zijn. En het is altijd wel in een of andere mate belangrijk, ja, een geschiedenisleraar die er niet in slaagt in het secundair onderwijs, om zijn leerlingen warm te krijgen voor een bepaalde periode met al dat materiaal, niet alleen boeken, maar podcasts, films. Ja, die leraar is dan toch niet echt goed bezig, denk ik. Nee. En allee, persoonlijk zou ik, als ik leraar geschiedenis zou zijn, ook mensen meer laten zelf op zoek gaan een stuk, maar dan wel zorgen voor een soort van coördinerende rol. En een beetje, laten we zeggen, ook ja, wat mensen laten in discussie gaan met elkaar, wat ze hebben gevonden, wat er eventueel tegenstrijdigheden zijn, om dan te wijzen op bronnenkritiek. Maar dan ook dat er soms verschillende opinies kunnen zijn over een bepaalde periode. Maar inderdaad, ja, er is al heel veel voorhanden. Hè. Vroeger moest je een boek lezen, maar dat boeken kosten geld vandaag de dag. Hè. Als mensen op televisie of op internet kunnen ze enorm veel vinden. En denk ik dat iedereen nog wel een stuk zelf zou moeten aangezet worden om zelf proberen via wat zelfstudie te verrijken. En dan ja, kan de taak van het onderwijs wel zijn om het een beetje, laten we zeggen, ja, wat te coördineren, hè, te modereren. Ik denk het ook. En je haalt terecht aan, op het internet is er al zoveel te vinden. Ik denk maar aan bepaalde historische series à la Vikings, The Last Kingdom, de Medici, de Borgias, de Tudors, Versailles, dat zijn allemaal film en series, dat is een medium op zich. En ze eigenen zich altijd wel bepaalde vrijheden toe. En zijn dan ook natuurlijk niet letterlijk een boek aan het verfilmen. Natuurlijk, wat er gezegd wordt, is al bijna onmogelijk om letterlijk uit de geschiedenis te halen natuurlijk. Dus ze hebben bepaalde vrijheden. En je vindt dan ook genoeg websites waarin dat er staat. Want hoe tonen ze het in de serie? En hoe was het in het echt, in de realiteit, in de geschiedenis? Dus op die manier kan het ook al tot verder discussie leiden en bekijken van wat het nu echt was, wat er niet echt is, wat je moet onthouden van die series. Want ik denk die series, het grote voordeel daaraan is, de grote meerwaarde is dat je het nog gemakkelijker hebt natuurlijk om te visualiseren van hoe dat er vroeger in die periode die ze dan uitbeelden, daaraan toe is geweest. Voilà, dan zijn we aan het einde van deze podcast en ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, dank u wel voor de uitnodiging, Stijn.